Nou, we hebben het nu over vrijheid en dat is symbolisch heel mooi, want in Nederland, en typisch Amsterdam, is echt een centrum van vrijheid steeds geweest. Je kan het hier in de omgeving zien als je wil meelopen. We zitten hier op de Leliegracht, tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Ik laat jullie nou eerst wat zien in de gang. Je hebt hier allemaal oude gravures die van Romein de Hoge, onder andere een beroemde gravure uit de 17e eeuw, die de geschiedenis van Nederland heeft uitgebeeld. Hier zie je bijvoorbeeld de Nederlandse vrijheidsstrijd, die al begint met de Batavieren tegen de Romeinen. Dus dat is een soort nationalistisch fake verhaal dat wij typisch een vrijheidslievend volk zijn. Als collectief, dus het is nog niet de liberale individuele vrijheid. Hier aan de overkant zie je het 12-jarig bestand gedurende de 80-jarige oorlog. Dan zie je hier staan het vrije Nederland. Heel klein, ik weet niet of dat op de camera kan komen, maar hier zijn de Nederlanders die sluiten een bestand met de Spaanse koning Philips. En dan zie je hier wat ze achter zich laten. Oorlog, terreur, calamitas, ellende, licentia, ontucht. En wat komt daarvoor in de plaats? Landsliefde en zedelijkheid. Dus al de deugden komen hier naar boven. Je ziet hier nog niet typisch de individuele vrijheden, maar het opvallende is dat onze vrijheidsstrijd in de jaren 80 niet alleen een vrijheidsstrijd was voor een collectief, maar ook echt individuele gewetensvrijheid tot gevolg had. Het betekende niet dat je een scheiding van kerk en staat had nog, want we hadden wel een staatskerk, een katholiek kon niet hoge ambten bekleden, maar ze konden wel hier in schuilkerken, werden ze gedoogd. Dus wel intern had je gewetensvrijheid. Als je nu nog verder hier kijkt, dan zie je hier een afbeelding van de Vrede van Münster, 1648, waarbij Nederland definitief onafhankelijk werd. Dat was ook het jaar van de Vrede van Westfalen. En daar werd in Europa de soevereiniteit aan nationale staten toegekend. En intern mocht de staat geloven wat hij wilde. Religieuze conflicten, dat was geen reden meer voor oorlog. En intern heeft dat tot eenzelfde idee geleid, let's agree to disagree, namelijk we kunnen intern ook alleen maar in een land vrede bereiken als we iedereen geloofsverschillen tolereren. Nog weer wat later, in de tweede helft van de 17e eeuw, is in Amsterdam gebruikt als toevluchtsoord voor veel voor vrijdenkers uit het buitenland. Descartes heeft hier gewoond. We hadden zelf Spinoza, maar ook John Locke, voor mijn vak heel belangrijk, heeft hier vlakbij in Amsterdam ondergedoken gezeten. Hij moest vluchten uit Engeland, want daar was een katholieke koning. Dus hij is als politiek vluchteling naar Amsterdam gekomen, heeft hier vlakbij gewoond op de Keizersgracht. En is hier veel omgegaan met Nederlandse vrijdenkers, met name ook met remonstranten. En in het geheim heeft hij hier twee heel belangrijke boeken geschreven. Een brief over tolerantie, waarin hij zei godsdienstvrijheid bepleiten. En een boek over de staatsinrichting, waarin hij de rechtsstaat met vrijheidsrechten bepleiten. Je weet misschien in 1886 is onze Willem III, die zie je hier, die was getrouwd met Mary Stuart. Die Willem III is naar Engeland gegaan en heeft daar de katholieke koning verjaagd en is daar koning geworden. John Locke is in het tweede schip met Mary Stuart mee teruggegaan. En in Engeland kent sindsdien een constitutionele monarchie met meer invloed voor het parlement. Dus een begin van een rechtsstaat zoals John Locke heeft bepleit. En dat was toch heel opvallend in die tijd, want zelfs in Amsterdam moest hij onder valse naam schrijven. Hij was ondergedoken en heeft die boeken onder pseudoniem uitgebracht met een Hollandse naam, Dr. van der Linden. En als jullie nog verder meelopen, dan zie je waar dat allemaal zich heeft afgespeeld. Dus we kijken hieruit op de Leliegracht. En er was een beroemde kerk waar John Locke vaak kwam. Het zou best kunnen zijn dat dat nou de Rode Hoed is, hè? Die schuilkerk die hier om de hoek vlak achter zit. Maar hier ergens, links heb je de Westerkerk, hier ergens liep, hoe lang is het nou geleden? 2 eeuwen geleden liep John Locke rond. En het zag er eigenlijk hetzelfde uit. Amsterdam was toen net als vrije kapitalistische stad aangelegd. Alleen geen auto's, maar verder is eigenlijk de oude sfeer
bewaard gebleven. En er wordt wel gezegd, dat is het nadeel meteen van de moderne tijd. Hè? Als je weer naar binnen komt, of, dan zie je dat, ik zei al eerder, de wetenschap heeft geleid ertoe dat wij grip op de wereld kregen. Namelijk, kennis is macht. En daar is uit voortgevloeid het idee van autonomie. Hè? Met realistische kennis kan je zelf je eigen wereld beheersen. Maar tegelijkertijd ook iets naars. Waarvan we net ook zeiden, dat leidde ook eigenlijk het einde in van het ideaal van de verlichting naar het postmodernisme. Het is eigenlijk failliet met de Holocaust. Misbruik van de wetenschap, namelijk de wereld beheersen. Ja. Je ziet hier een beetje Nederlandse schepen die in het buitenland het milieu uitbuiten, walvisvaart. Maar erger nog was het kolonialisme. Dus we hebben onze macht ook gebruikt om de wereld te veroveren. Maar als je meeloopt naar het eind van de gang. Het Vrije Nederland heeft ook zijn macht misbruikt door andere landen te onderwerpen en koloniën te maken. En dat zie je hier. Dit is mijn overgrootvader of bedovergrootvader. Dat was de broer van Franse van der Putten, de minister van koloniën, zo 1880, die het cultuurstelsel heeft ingevoerd in Indië. En dat betekende dus dat zij moesten gaan verbouwen wat Nederland wilde. Ja. Wat natuurlijk een blijvende achterstand voor heel veel landen heeft betekend. Dus, in Europa zie je wel een toenemende vrijheid en gelijkheid, maar extern hebben we onze macht ook misbruikt. En je kan zeggen, daar staat wel tegenover dat wij ook dat hier het ideaal van de mensenrechten van afkomstig is. Mm-hmm. En dat is meteen wel weer een wrik om kolonialisme af te schaffen, slavernij af te schaffen. Dus die kant hebben we ook wel weer. Maar dat wij alleen maar goed zijn en anderen alleen maar slecht, dat is duidelijk. En zijn er op dit moment andere vormen van imperialisme of kolonialisme die nog steeds... Ja, je kan natuurlijk zeggen handelsimperialisme. Dat wil zeggen, de rijke landen die pleiten wel voor vrije markt, maar stellen hun eigen markt niet open voor goedkope producten uit de derde wereld. En zij moeten onze voorwaarden maar aanvaarden. Dus het is eigenlijk dezelfde ongelijkheid die je in de 19e eeuw had tussen arbeiders en werkgevers. Ja. Ja. Wat zou Rawls daarover zeggen? Dat is ingewikkeld. Letterlijk, als je Rawls een tweede principe zou toepassen over herverdeling, als je dat internationaal zou toepassen, dan zouden andere landen gelijke kansen moeten hebben, minstens om globale contracten te sluiten. Maar misschien zou je ook actief moeten ingrijpen om de uitgangspositie van andere landen te verbeteren, bijvoorbeeld door daar onderwijs te stimuleren en gezondheid te stimuleren. Alleen, Rawls zelf heeft die conclusie niet getrokken en gezegd, nee, mijn systeem geldt alleen voor nationale staten. En voor armoede elders is de nationale staat daar verantwoordelijk. Ook als het misgaat, ligt dat vaak niet aan verleden in het kolonialisme, maar aan slecht bestuur daar en luiheid van de bevolking. Dus als we daar de hele tijd hulp aan gaan geven, is dat een bodemloze put. Ze moeten zichzelf verbeteren. Maar dat is bestreden, onder andere door Thomas Pogge, die op Columbia doseert. En die zegt, nee, je moet Rawls een beginsel van gelijke verdeling, tenzij ongelijkheid in voordeel is. Dat moet je internationaal toepassen. Want westerse landen zijn wel degelijk verantwoordelijk voor armoede daar. Ten eerste als gevolg van het kolonialisme, maar ook nog steeds als gevolg van de grote machtsongelijkheid. Ja, en de kern van de theorie van Rawls gaat toch om de individu? Dus dan... Ja. Jawel, dus de kern gaat om het individu, maar tegelijkertijd heeft hij het ook over een solidariteitsverband waarin je verantwoordelijkheden deelt. En dat is bij hem de nationale staat. En niet een soort cosmopolis, een wereldorde waar iedereen wereldburger is. Nee. En dat is in feite ook niet zo. Hè? Nee. Dus die organisatie hebben we niet wereldwijd. Nee. Ja. Maar ik denk dat wij alle twee hopen dat het daarheen gaat. Ja, nou ja, goed. En als je vanuit de sleur van onwetendheid, kan ik me niet anders voorstellen dan dat de situatie is waarin je naar de... Ja. Nou ja. Het lijkt mij ook, ja.